In verband met het 75-jarig bestaan van de Nationale Partij van Suriname, NPS, werden vanmorgen kransen gelegd bij het monument van Johan Adolf Pengel. De ceremonie startte met een dienst van dominee Michael Persaud, waarna NPS-voorzitter Gregory Rusland zijn uitspraak hield. Rusland benadrukte dat het onderwijs gedurende de 75 jaren altijd een prioriteit is geweest voor de NPS. Waarom is onderwijs zo belangrijk voor de NPS? Partijgenoten Kondreman, onderwijs na wachten moro pres parisani. Sawal libis maka abi. Fusor butak we survive in a grota kudisi. De NPS heeft zich de afgelopen 75 jaar ook bezig gehouden. Zoals ik al heb gezegd, met onderwijs. Maar wat vele mensen niet weten is, terwijl ik een woning bouw, het dak boven uw hoofd, is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede ontwikkeling van elk gezin. Daar hebben we ons ook mee bezig gehouden. Verschillende woningbouwprojecten zijn onder leiding van NPS boekgezocht. Ina Kondre voor ons. Rusland gaf aan klaar te staan voor de komende verkiezingen, ongeacht of die eerder zullen plaatsvinden of niet. Bij de kranslegging was ook erevoorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan, aanwezig.